Jesse en Gerrit komen nu in één keer met plannen. Duidelijk te maken van, goh, weet je, als je echt iets wil, dan moet je daar wel achteraan. Ja, maar en dat niet alleen. Want kijk, zij is vorige keer ook naar mij toegekomen. En daarom weet ik dat ze dit met Jesse, dat het is. Ja. Bedenk ik me nu wel achteraf, pas moet ik eerlijk zeggen. Toen heeft zij gezegd, ik wil een Hollandse avond neerzetten. En Jesse en Gerrit komen nu in één keer met plannen voor een reunie. Ja. En daar heeft ze zich dood aan geïrriteerd. Ze zegt, want ik wil dit feest organiseren. Ja. Ik zeg, nou, dat snap ik, maar ga dat gesprek dan ook met hun aan. Ja. Ja, want dan bemoeit Jesse zich er weer mee. Nou, dat vond ze gewoon heel vervelend. Ik zei, nou ja, oké, begrijp ik. Maar nou, ga dat gesprek met ze aan. En nu zit ik dus met Jesse te kijken, weet je, naar die prijzen van de artiesten en welke tijd we hebben. Ja. Dus denk ik, maar dat heeft ze niet gezegd, ik denk dat ze daar dus geïrriteerd over is. Nou, ze wil heel graag betrokken worden met welke artiesten worden gedaan. Dus zij wil daar zeggenschap over. Ja. Maar dat is toch ook logisch. En het enige wat wij eigenlijk doen nu, is dat lijstje nalopen en kijken op hoeveel minuten we zitten. Oké, okay. Ja. Maar dat vul ik dan voor haar in. Misschien is ze dan doodsbang dat jij zo meteen akkoord daarvoor gaat geven. Zonder dat je met haar hebt gecheckt of zij het leuk vindt. Ja, nou ja, dat denk ik dus ook. Maar en dan denk ik... Ja, ik heb daar dan niet zoveel zin in, snap je? Omdat zo'n humeur van haar, dat dreunt ook door op mijn humeur. En ik heb dan... Denk en dat ik, begrijp ik als ook. Als ik zo een feest moet gaan organiseren, ja, dat is voor mij de lol er ook vanaf. Snap je? Dat is het meer een beetje. Dat denk ik van, je kan ook gewoon zeggen, joh, meer... Als dat het is, hè, laat dat voorop staan. Ja. Als je zoiets hebt van, joh, meer bespreek dat met mij of met his... in plaats van dat je nu met Jesse achter de computer zit. Maar zeg dat dan. Nou, ik denk in het hele, eigenlijk het hele feit is... Ik denk voor haar de ideaalste situatie is dat wij met... Maar dat zij vindt dat eigenlijk het allerbelangrijkste is de aankleding en welke artiesten komen daar. Ja. Dat is voor haar natuurlijk het hele gebeuren waar zij zich heel graag druk over wil maken. Daar liggen ook jouw kwaliteiten, vooral het regelen van die artiesten. Maar ik denk dat ze het wel fijn vindt om gewoon betrokken te worden. Van, goh, ik wil een Henk West hierheen halen. Wat dan ook. Dus dat is een beetje... Want zij heeft dan twee zangers geregeld. Ze heeft meerdere zangers benaderd. Er wordt best wel... Jij doet heel veel dingen en zij doet heel veel dingen. En dat wordt niet gecommuniceerd naar elkaar. Want zij heeft ook Guus Meeuwen. Ze heeft allemaal artiesten. Ja, dat heeft ze ook niet verteld. Dat nee. Wist ik ook niet. Nee. Kijk, weet je... En dat zijn dus dingen. En gisteren heeft ze natuurlijk er ook heel veel druk. Wordt er heel erg naast elkaar heen gelegd. Ja, zeker. Ik ben een persoon, als wij samen met z'n tweeën werken... Dat ik weet dat jij heel veel dingen initiatief neemt. Dat ik dan aanvul. Maar nu heb je dus twee initiatiefnemers die echt langs elkaar heen werken. En zeg dat dan. Bijvoorbeeld meer, mag ik de artiesten doen of zo? Ja, en daar ligt dus dan die communicatiefout. En dat heb ik ook tegen haar gezegd. Je moet je scheuren opentrekken. Ja, dat klopt. Zeker. Ja. Want anders weten mensen niet. Ja, zeg ze maar, ik ben dan nu zo geïrriteerd. Dus dan ben ik bang dat ik flip. En dat wil ik niet. Oké, begrijp ik ook. Ja. Maar dan, wij kunnen nu ook niet wachten. Ik zeg dus, ik wil graag dat je er gewoon bij komt staan. En dat je dat met mij en Merel die artiesten gaat regelen. En dat je je scheuren opentrekken. En als je dan niet overkomt, dan naar mij toe. Als het dan...